De Organisatie voor Gemeenschapswerk, NACS, organiseert in verband met 155 jaar afschaffing slavernij een Criollo Wiki. Deze week loopt van 24 juni tot en met 1 juli. Activiteiten van verschillende organisaties, waarbij de Afro-Surinaamse cultuur tot uiting komt, zullen in die week gepromoot worden. Sherida Mormon, initiatiefnemer van de Criollo Wiki, zegt op een persconferentie vandaag dat dit een pilotproject is. Er zal volgens haar gekeken worden hoe er samengewerkt kan worden om Suriname beter op de wereldkaart te plaatsen, maar vooral ook om het cultureel erfgoed van Afro-Surinamers te presenteren. Mormon zegt verder dat wij een multiculturele samenleving zijn, hetgeen wij moeten koesteren. We zijn eenmaal multicultureel. Het is gewoon een deel van ons, een deel van die samenleving die een bepaalde cultuur heeft. En wij zeggen, we presenteren ons op deze manier. Dus het is nothing discriminative against nobody. Het is gewoon, wij hebben dit te bieden aan de samenleving, aan onszelf en aan de wereld. Iedereen heeft een eigen in Suriname. Dat is een multicultureel. En dat multiculturele, we moeten dat koesteren. Omdat dat onze kracht is, maar dat is ook onze economic power. Dus dit moet dus zien als een begin van creatieve industrie, dingen die gewoon verder gaan moeten ontwikkelen om verder te voeren. Sigmin Staphorst, voorzitter van NACS, benadrukt dat de organisatoren van Criollo Wiki de zegen hebben van de Nationale Jubileumcommissie. Volgens Staphorst is het enthousiasme en de bereidheid aanwezig. Er is een nationale commissie. En die heeft een aantal activiteiten gepland en een programma. En daarnaast zijn wij er als organisatiebasis die eigenlijk onze eigen activiteiten ontplooien en ons eigen programma maken. En wat belangrijk is bij zoiets, is dat je samenkomt. Hè? Dus de jubileumcommissie samen met ons, en dat is ook gebeurd. De jubileumcommissie heeft de organisaties ontvangen en eigenlijk gevraagd welke activiteiten we ontplooien. Ze zijn enthousiast over het initiatief van de Criollo Wiki. En ze zijn bezig te kijken, ik moet het ook echt zo formuleren, op welke manier ze deze activiteiten gaan ondersteunen. Dat was Sigmin Staphorst, de voorzitter van NACS. Ze sprak vanmorgen op een persconferentie over de Criollo Wiki, die in verband met 155 jaar afschaffing van de slavernij van 24 juni tot en met 1 juli 2018 zal worden gehouden.